Wat is dat, projectonderwijs en het geneeskundecollege? Wat voor projecten zijn het en wie werken eraan? Ga je mee? Ga mee kijken wat ze daar te produceren hebben. Marcel van Techniek en ik hebben allebei op een school gewerkt waar ze dit soort opdrachten deden. Dus dan kwam er iemand van buitenaf en die had een vraag en dat moesten dan de leerlingen oplossen. En nu zijn wij op het Canisius College projecten aan de gang. En toen dachten Marcel en ik, nou, nu gaan wij zo'n soort project ontwikkelen. En toen hebben we dat samen met Plurijn gedaan. In de eerste plaats zijn het vragen die van cliënten van Plurijn zelf komen. Zij hebben een vraag of een probleem waar zij een oplossing voor zoeken. En de leerlingen, de scholieren van het Canisius College, die gaan dat in een opdracht op school, gaan zij op zoek naar een oplossing of misschien wel een speciale tool die ze kunnen ontwikkelen. Nou, er zijn 8 verschillende projecten. Bijvoorbeeld in Malden hebben ze een tuin en die tuin is een beetje verwaarloosd. En wat ze eigenlijk willen is een soort ontmoetingstuin maken waar de bewoners en ook de medewerkers van Plurijn samen kunnen komen. Dus het wordt eigenlijk een soort ontmoetingstuin. Ik ben bezig met project 8 met mijn groepje en daar moeten we bij een badkamer moeten we een soort van renoveren. Alleen moeten we een ontwerp of een maquette van maken. Ik vind het wel interessant. Ik vind het ook een leuke opdracht die we hebben uitgekozen. Dus ik heb er wel zin in, ja. Hoe ga je het project aanpakken? We werken dus samen met een groepje en dan gaan we er samen voor zorgen hoe we zoiets mooier kunnen maken. Ik denk wel dat ik een leuk team heb. Want wat mij juist op aanspreekt, dat is namelijk dat wij de leerlingen van het Canisius College gewoon ook eens een keer buiten de school kunnen komen. En in dit geval krijgen ze echt een opdracht van Plurijn zelf. Na 8 weken moeten ze zichzelf presenteren wat voor oplossing ze bedacht hebben. Ja, en er zit dan een jury bij, waaronder dus ook de cliënt van Plurijn. Die gaat kijken van, hé, dit is een goede oplossing voor mij. Of, goh, dit is toch nog niet helemaal wat ik zocht. We doen alsof wij echt een bedrijf zijn die gewoon producten maakt voor Plurijn. En dat wordt dan gewoon tentoongesteld in de school aan het einde van het jaar. En wat vind je dat leuker, in de klas werken of aan projecten werken? Ik denk wel met projecten werken, want dan heb je soms ook de vrije ruimte om zelf dingen te mogen doen. Kun jij wat hulp gebruiken? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest.